beste kijkers, ik ben Lucas van Door. Je bent weer beland in een van mijn video's. Ontzettend gaaf dat je weer kijkt. Ik ga vandaag met twee nieuwe characters. Namelijk Yoshi en Mario. De strijd in. Mario en Luigi kennen we natuurlijk al. Ik heb toch besloten om niet met hem een bro, maar met Luigi weer verder te gaan in het avontuur. Waarom? Hij staat op de thumbnail. Hele simpele reden. En zoals we de vorige aflevering hebben gezegd, hebben we een inzicht gemaakt van hoe de Let's Play eruit gaat zien. Als het goed is, ja, hebben jullie dat er ook uit kunnen opmaken als je er een beetje moeite voor hebt gedaan. En anders dan laat je het maar gewoon over je heen komen. We gaan nu de groene monitor spelen, waar we tot dusver alleen de middelste Mario Party monitor hebben bekeken. Om echt mee te spelen. Gaan we nu naar de groene monitor, namelijk de rivierentak of zo heet dat. Op deze plek zijn al heel wat avonturiers begonnen met het verkennen van de rivier. Door het kabbelende water en frisse lucht krijg je de indruk dat raften heel ontspannen is. Maar zo kalm blijft het niet. Daar ginds zijn woeste wateren, grote rotsen en dieren die je nog nooit hebt gezien. Er ligt gevaar op de loer. Ik vind het zelf angstaanjagend. Nou, dan ga jij toch niet mee, Toad. Gelukkig zit ik niet in de boot. Af en toe kom je vertakkingen in de rivier tegen. Deze rivier vertakt zich zo vaak dat we niet precies weten hoeveel vertakkingen er zijn. Als jullie je hoofd erbij houden, overleven jullie het wel. Oké, dat gaan we dus doen. Trouwens, ik weet niet of iedereen bekend is met de regels van raften. Nu komen dus de regels. Gebruik je paddle om te paddelen. Oké, ik denk dat ik dat wel begrijp. Het avontuur is voorbij als de tijd om is. Als je een ballon laat knappen, kun je een minigame spelen. Afhankelijk van je resultaten in de minigame krijg je extra tijd. Samenwerking is heel belangrijk bij het raften. Laat maar eens zien dat jullie kunnen samenwerken. Yeah, uitstekend. Dat was dus de high five die we de vorige aflevering niet succesvol hadden gedaan. Maar toen draaide het er ook nog niet om. Oké, we zijn bijna bij de startlijn. De rivier is er klaar voor. Jullie ook? Ik wel. Oh, we gaan tegen de rand. Mario en Wario moeten harder raften. Oh, wat doen ze nou? Ze zijn gewoon lui. Kom aan. Ik wilde die ballon hebben. Kom op, man. Nee. Dit gaat zo niet lang duren. Ik wil wel een paar minigames spelen, weet je? Ja, kom op, man. Je moet echt gewoon Mario en Wario harder. Harder, harder, harder. Yes, eindelijk. Anders wou ik zeggen, dan gaat het een hele korte aflevering worden. Steek alle kaarsen aan. Als je dus door een swoepen geraakt wordt, ga je terug naar de open haard en ben je even uitgeschakeld. Ja, we zijn klaar. Plus 40 seconden.
Daar kunnen we wel op leven. Tot aan de volgende ballon, als we hem niet weer missen. Oh, plus 3. Yay! We kunnen extra tijd verdienen door een high five te doen. Nou, dat doen we dan maar. Nu hebben we weer bijna een hele minuut. Dat was ik. Mario, Wario, harder. Oké, waar gaan we heen? Kom op, man! Nee, waarom is die coördinatie zo slecht tussen Mario en Wario? Of tussen onderin, weet ik veel. Tussen Luigi en Yoshi, ik dus, en Mario en Wario. Kijk, ik wil hier iets sneller gaan, dus dan roei ik extra, maar de reactie van Mario en Wario is zo traag. En andersom. Kijk, nu moeten zij weer. Nu moeten wij weer. Kijk, dan gaan we in een ballon. Werk samen met je partners om veel vis te vangen. Wow, er komen er heel veel. Die ging er snel onderdoor. Oh, ik heb een opname gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Kak, ik wil zo'n gouden. Een nieuw record, 70. Plus 33 seconden. Ik moet zeggen dat de controls wel extreem gevoelig zijn. Je gaat echt heel veel naar rechts voor een paar roeislagen. Of naar links. Geef de ballen door en leg ze in de juiste mand. Doodgooi dus ballen. Waarom neemt Wario? Ah, jammer. Net niet die laatste. Nou, hij was nog bij Mario, dus nog redelijk vroeg in het traject. Richting de juiste... hoe heet dat? Juiste mand. Sick. Hé, hey, wat is dat? Koopa per Troopa heeft een fototoestel. Jee, we zijn gefotografeerd. Oh, Mario en Wario moeten... Yes, goed zo. Drijf de pinguïns naar hun hok. Mama pinguïn. Die hebben we natuurlijk eerder gezien. En nu heeft ze heel veel baby's. Dus bij deze kan ik me er wel iets bij voorstellen dat ze niet zo goed op al die kindjes kan letten. Wat zijn ze nou aan het doen, joh? Noem je dit de moeilijkheidsgraad moeilijk? Dus waar de computers heel goed spelen.
Josh, kom op man. Nee. Oké, rank A, plus 30. Is nog steeds om te doen. En natuurlijk altijd die high five, hè. Ik vind het leuk dat er gewoon nu ook coöperatieve minigames zijn. Yoshi niet te veel roeien, want anders dan houden Mario en Wario het weer niet bij. Oké, we krijgen schansen. Dus dan moeten we over de schansen om die minigames te pakken ofzo. Mario en Wario moeten iets bijsturen. Yeah! De eerste schans minigame gelijk voltooid. Oké, wat moeten we doen? We moeten de kristallen naar hun thuishonk brengen, zie ik. Normaal is het natuurlijk heel erg van laten zien wie de beste is. En tegen elkaar. 2 tegen 2 hebben we wel gezien. Maar nu werk je gewoon met z'n vieren samen om die minigames te voltooien. Dat vind ik echt leuk. Beeld je in hoe leuk het is als je het met echte mensen doet. Dat moet ik nog steeds eens uitproberen. We zijn toch al 13 minuten bezig. Tenminste ik, bijna 14. 110 seconden, dus voorlopig zitten we goed. Hé, een timer, die hebben we eerder gezien. Super Mario Bros. 2, of nieuw Super Mario Bros. 2 bedoel ik. Kom op, pak hem. Kom op Mario, Mario. Stuur bij. Stuur bij. Kom op. Stuur bij Mario, Mario. Come on. Yes. Toch nog binnen de hitbox. Die soms een beetje funky is, maar goed. Ik zie hoe het is. Dus ik denk dat ik de meest linker kaart neem. Ruiten aas. That's pretty good. Oh yeah. Oké, volgende. De schoppenaas. Ze liggen daarin een soort van... Oké, ik weet welke ik neem. Deze. Nice. Hartenaas liggen dan alle vier daar in de hoek. Soort van. Ja, ik zie welke ik neem. Oh. Hopelijk zijn de rest van de mensen slim. Ja, helemaal goed. En nu de klaveraas nog. Maar dat is eigenlijk... Oh, wacht. We hebben hem... Ook kaarten die niet in het spel voorkomen. Een normaal kaartspel... Heeft die kaarten niet. Oké, ik zie welke ik neem. We hebben wel alle vier de klaveraas. Maar als je ziet, als die ze even omdraait, kan dat? Nee, dan haal ik het even nu op het scherm. Maar er zaten dus 2 kaarten in die niet in een normaal kaartspel zitten. Je hebt natuurlijk harten, klaveren,
schoppen en ruiten. Maar er waren ook twee geheel onbekende vormen voor mij bij. Zeg maar niet vormen in de zin van vormen, want ik zag een driehoek of zo. Natuurlijk is dat geen onbekende vorm, maar wel onbekend als je het hebt over wat er in een kaartspel zit. Ik voelde dat dat een beetje omslachtig was voor een beschrijving. Come on! Damn it. Als we recht vooruit willen, moeten we met z'n vieren raften. Maar ik denk niet dat Mario en Wario en Yoshi dat begrijpen. ...96 seconden. Hopelijk maken we het tot het einde. Zeg maar. Wow. Yoshi, wat was je aan het doen? Tot die grote bolletjes. Dit is lekkere coördinatie, jongens. Mijn god. Dan doe ik het zelf wel. Ook al waren we efficiënter af geweest als we aan de linkerkant voorbij gingen. Mario en Wario die snappen helemaal niks. Zoals ook in de moeilijke moeilijkheidsgraad natuurlijk. Ik dacht dus, moeilijke moeilijkheidsgraad, dat wil zeggen, computers die spelen goed. Dus het zou moeilijk zijn voor de normale minigame om het te voltooien. Maar wat gebeurt er dus? Het wordt dus een extra moeilijke challenge, want de computers spelen juist slechter. Dat versta ik er nu onder, want ze spelen niet echt goed in die rivier of zo. Mario is eerst en daar staat Fishy Boopkins weer aan de kant, scheidsrechteren. Oké, moet ik hem ook nog ergens aanpakken of zo? Dit is pretty good. Firework! Nice, ik vind het prachtig. Weehoe! Rang S. High five. Plus 43. Dus je hebt rang C, B, A en rang S. En die S staat waarschijnlijk voor superster dan. Dat je een superster bent in die minigame. Is gewoon rangster eigenlijk. Kom op Mario, Wario, oh. Ik had al vermoed dat ze niet zo snugger zouden reageren op die. Oh, wat doen ze nou? Oh, net niet de juiste hitbox. Oh, nu had ik er 3. Dat is nice. Ah, nu geen 1. Wel op de terugweg. Boomerangs. Of nee, boomerangen. Volgens mij het meervoud. Zijn. Wat doe je nou? Oh, het is klaar. Boomerangen zijn leuke voorwerpen. Daar kan je leuke dingen mee doen. Zoals in een minigame van Mario Party. ...122. We komen in de blauwe tijdzone ding. Oh, nu beweegt de ballon ook. Dus dan moet je hem extra goed in de gaten houden. Want hij kan ook van de ene kant naar de andere kant van de track gaan. En Yoshi moet niet extra roeien als we naar rechts moeten, naar links moeten.
Dus moeten we ook nog zoveel mogelijk ballonnen oppakken, of maakt dat dan weer niet uit? Ja, dat maakt dus wel uit. Lekker Yoshi. Goed bezig, jongen. 46. Zijn we on track voor heel veel? Kom op, Wario. Da Je verkloot de meeste ballonnen. Oké. Lekker Josh. Ik hoefde helemaal niks te doen, want hij zat gewoon onder de meeste ballonnen bij mij. En nu een groene toad. Stop, Wario, stop! Stop! Ho! Oké, ho! Oh shit. Lekker Yoshi. Hotsakee, 189. Ik weet niet of dat een relatief goede score is in vergelijking met andere menselijke spelers. Maar ik ben tevreden, want we krijgen er gewoon weer 43 seconden bij. Inclusief de high five. Dus ja, tevreden mens ben ik. Dat kun je wel zeggen. Oké, waar gaan we heen? Links of rechts? Doe maar links. Ik vind het helemaal leuk. Yoshi, kom op. Daar verliezen we tijd hoor. High five. Plus 3. En nu zijn we bijna bij het eind. Oh. Goed zo, Yoshi. Perfect. Yeah, minigame. Ik vind dit een hele originele, leuke nieuwe modus. Daar zijn dus de spikes, die moeten de dingen ophalen. En daar zijn ook spikes aan het werk. En duurt lang. Volgens mij is die weg daaronder een veiligere weg, maar niet sneller. Oh, was dat het? Dat was redelijk kort. Rang S. Die high five, dat is gewoon 3 gratis seconden. Je hoeft alleen maar met je Joy-Con te schudden. En dan krijg je er gewoon 3 seconden bij. Dat is wel chill. Hoe gaan we dit doen? Oh, Kamek die tovert gewoon die hele blokken weg. Soms kan ze ook goed zijn. En de Cheep Cheeps die zijn reuzen. Maar gelukkig springen ze net over ons heen. Kom op, Mario, Wario. You can do it. Mario, Wario, wat zijn jullie aan het doen? Wat? Oh, we worden teruggeworpen. Dat is dus wat er gebeurt als je tegen een Cheep Cheep aankomt. Gelukkig zijn we niet zo lang uitgeschakeld. Ha! Yes, minigame. Ik dacht echt dat we hem zouden missen. Oh, steek alle kaarsen aan weer. Alweer. Zijn we door alle minigames heen, serieus? Ik had eigenlijk wel verwacht dat er meerdere waren. Oh nee, ik wil niet geraakt worden door schroepers. Sick. Rang S. High five. Dat betekent weer 43 seconden erbij. Ik vind dit zo leuk.
Oké, wat gaan we doen? Oh. Dat gaat dus niet door met die timers. Maar we hebben gelukkig genoeg. Ja. Is dit de finish? Oké. We zijn gefinished. Cool. Oh, high five natuurlijk. Ja. Was bijna vergeten. Ja. Leuk. Zoomen. Oh. We hebben een hele mooie foto van drie man die met zijn ogen dicht staat. Alleen Yoshi. Yoshi is goed gepost, vind ik. Ja. En Wario die zit dan een beetje bij alsof hij moet poepen, maar. Ja, maakt het allemaal niet uit eigenlijk. Nou, onze route. Cool. Ik heb geen idee wat we nou geacht worden te doen. Moeten we dan ook een keer naar die andere? We zijn nu naar de middelste gegaan. Maar kun je dan ook naar de meest rechtse? Of ja. Dat gaan we een andere aflevering, denk ik, uitproberen. Ballonnen geraakt. Driehonderdvierentwintig keer, 407 keer, 467 keer, 402 keer. Oh, gepaddeld was dat. Ballonnen geraakt. En we hebben heel veel partypunten erbij gekregen. Nou, ik denk voor de volgende aflevering opnieuw spelen, maar voor nu terug naar het partyplein. Oh, je hebt het einde gehaald. Proficiat. En dan krijgen we dus het derde vlaggetje. Dat is dus nu. Ja, is dat nu, ja. Hoe zeg je dat? Afgevinkt. En dan denk ik dat we hier de aflevering gaan beëindigen. Want we hebben de modus voltooid. Volgende aflevering dus de andere uitgangen. Bedankt dat je keek naar deze video. Als je hem leuk vond, doe het duimpje omhoog. Heb je vragen of wil je je mening kwijt? Daarvoor is de reageersector hier beneden in het leven geroepen. Wil je de laatste updates en nog wat irrelevant, maar wel leuke content ontvangen? Zoals memes, speedrun trucjes, livestreams en onbezocht gebied zonder collectibles die je te doen voor het 100% van de game? Spring aan boord van de sociale mediabus en volg mijn Twitter, Twitch, Instagram en Snapchat. Abonneer je op mijn kanaal voor het vervolg van deze en een ruim assortiment aan andere Let's Plays door op de bubbel linksboven te klikken. Wil je nu verder kijken op mijn kanaal? Dan geef ik je drie opties. Klik linksonder voor de meest recente upload. Klik rechtsonder voor de video die YouTube kiest voor jou. En klik rechtsboven voor de volgende video in deze serie, mits die al gepubliceerd is uiteraard. Ik zie jullie bij mijn volgende video. Gegroet!